een eindje verderop hier aan de Voorstraat in Dordrecht staat het oudste woonhuis uit 1495, het Zeepaard. Maar wat blijkt nu? Dit pand is ouder. Ja, tot nu toe. Dus wat we tot nu toe weten aan woonhuizen, is dit tot nu toe het oudste. We halen uit een aantal balken van een huis halen we zo'n houtmonster. En we kunnen dan aan de hand van de jaarringen dateren hoe oud het hout is. En als er spindhout aan zit, dan weet hij ook wanneer die gekapt is. Want het spindhout is het buitenste hout. En als je dat hebt, dan weet je precies wanneer de boom gekapt is. En we kunnen dan dus ook achterhalen waar de boom gestaan heeft. En dit hout is nu uit 1486. Heeft u de indruk dat u nog oudere huizen kunt gaan vinden? Zeker. Ik denk dat we echt nog 100 jaar ouder moeten kunnen zitten. En ik zou het liefste in de even huisnummers, zeg maar, boren. Dus aan de landzijde. Omdat die huizen eerder gebouwd zijn dan de huizen aan de waterzijde. 1220 kreeg Dordrecht ongeveer stadsrechten. 800 jaar geleden. Je zou denken, dan moet er ook een huis gestaan hebben. Nou, dat zou wel heel fantastisch zijn. Maar die kans die acht ik wel heel erg klein. Ik denk dat we 1350, 1380, dat is denk ik het oudste haalbare wat we kunnen vinden. Maar ik laat me graag verrassen. Hoe lang duurt de speurtocht nog? Zolang als nodig is. Er zit er iemand te kijken die denkt, ik heb een stokoud huis. Dat mens moet bij mij een keer komen boren op de zolder. Ik kom er meteen aan. Ze kunnen mij mailen, ze kunnen mij bellen. De gegevens staan op de website van monumentenzorgdordrecht.nl. En ik kom graag langs. Met boor? Uiteraard.